President Desiree Bouterse, die momenteel op bezoek is in het Boven-Suriname-gebied, heeft zondag een bezoek gebracht aan Gramang Albert Aboikoni. Op een kroetoe in de residentie van het opperhoofd der Saramakaners, te Assidonopo, gaf het staatshoofd een uiteenzetting van het doel van zijn bezoek aan het Boven-Suriname-gebied. Verder gaf de president aan dat hij met de bewoners van de dorpen van gedachten heeft gewisseld. Hij heeft tevens notitie genomen van de ontwikkelingen in het gebied en een indruk gekregen hoe verder gewerkt moet worden om tot grotere hoogten te komen. Gramang Aboikoni sprak de hoop uit dat president Bouterse alle kracht en zegen mag ontvangen om het goede werk voort te zetten. Het staatshoofd keert vandaag terug naar Paramaribo.